ik begrijp heel goed dat mensen fel kunnen reageren, emotioneel kunnen reageren op het conflict en de spanningen die hier in Israël plaatsvinden. Een van de mooie projecten die ik bezocht was een project van Alé, een gehandicapte project. En dan zie je eigenlijk dat daar Palestijnen werken, Israëli's werken, Arabieren. En die hebben dezelfde liefde en zorg en betrokkenheid voor die gehandicapten. Of het nou moslim of Arabier of Jood bent, je hebt gewoon die zorg nodig. En die krijgen ze daar ook.